Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag... Sorry voor de rotzooi achter me. Het is vandaag woensdag. En omdat er nu niet zo heel veel gebeurt in mijn leven, dacht ik, ik neem jullie weer langer mee. Waarom gebeurt er niet zoveel in mijn leven? Mocht je de vlog van vorige week niet hebben gezien, ik ben geopereerd. Mijn buikspieren zijn aan elkaar gezet. En dat betekent dat ik veel rust moet houden. Dus... Er gebeurt niet zoveel. Ik ben gewoon voornamelijk binnen. Het was gelukkig geen hittegolf, dat scheelt. Ik heb gelukkig ook niet, zeg maar, zo'n pak aan. Tot hier. Maar goed, zoals je ziet, ik zit weer rechtop. Het is een beetje rotzooi achter me. Ik kan ook niet bukken, dus ik laat het ook maar een beetje. We gaan zo wel een beetje opruimen. Of Sven, weet ik eigenlijk niet. Want morgen komt onze schoonmaakster. Maar ik heb een klein... een beetje geshopt voor Elin in de sale. Ik denk, ik vind het leuk om jullie dat even te laten zien. Allemaal voor Elin. Echt gewoon lekker zomerse dingetjes. Want de komende tijd wordt het gewoon heel warm. En ook voor de vakantie. Allereerst dit pakje. Het is een playsuit. Dus dit is een broekje. Nou, dit is natuurlijk echt uber cute. Ik dacht wel, het is echt niet heel praktisch. Want er zitten hier geen knoopjes. Maar goed, we vinden zo grappig dat we het toch wel houden. Echt mega cute. Licht, lichtblauw met witte streepjes. Wit met blauwe streepjes. En dit vind ik gewoon heerlijke jurkjes voor haar. Want ze is natuurlijk lang en dun. En dit gooi je gewoon lekker over haar heen en klaar. Aan de achterkant zitten knoopjes. Super cute. Gewoon een basic t-shirtje. Met een haarpijtje erop. Dit super schattige jurkje. Met blauwe streepjes. Er zitten van die roesjes op de mouwen. En dit is ook wel dikker. Dus dit is ook wel lekker als het bijvoorbeeld 20 graden is. Dan is dit gewoon echt al lekker. En dan een paar broekjes. Want eerlijk is eerlijk. Wij hebben er eigenlijk doen we er altijd rokjes aan. En, of altijd jurkjes aan. Omdat ze zo lang en dun is. Zitten broekjes vaak te wijd. Maar we dachten dit zijn echt van die luier broekjes zeg maar. Deze is echt nog wat te groot voor haar. Maar die is voor het einde van de zomer denk ik wel goed. Maar dit zijn echt van die makkelijke dingetjes. Als je bijvoorbeeld te warm is voor van alles, dan doe je gewoon alleen een rompertje en zo'n broekje aan. En dan sessa. Dit is eentje met bloemetjes. En dan hebben we hier nog deze passen misschien nu al wel. Ook roze. En een lekker kittig ponsenprintje. Ook al schattig. En een gele. Dus dat is eigenlijk wat we voor haar geshopt hebben. De rest is gewoon een schone was. Ook leuk. Maar ja, dit hebben we gekocht. En dat ga ik nu in de kast doen. En dat gaat allemaal zes keer zo traag. Maar ik neem jullie de komende dagen weer mee. Het is donderdag. En dat betekent dat vandaag de operatie precies een week geleden is alweer. Hoe bizar is dat? Ik heb wel een heel rare rode vlek op mijn wang. Ik weet niet wat het is. Sven zei gisteravond, ik weet niet, wat heb je op je wang gedaan? Ik weet niet wat ik op mijn wang heb, maar goed. Beetje gek. Ik heb een heel klein beetje make-up op gedaan. Dus dat maakt me toch altijd weer een beetje beter laten voelen. En ik ben nu voor het eerst alleen thuis. Sven die zit vlakbij te werken. Dus ik kan hem bellen als er iets is. Maar ja, ik kan eigenlijk alles zelf behalve thee zetten. Want ik krijg die waterkoker, kan ik gewoon nog niet tillen. Maar verder kan ik alles zelf. Als in, ik kan gewoon liggen en water pakken. Meer hoef ik niet te doen. Maar hij moest veel bellen ook vandaag. En om een van de redenen heeft hij hier slecht bereikt. Dus prima. Maar ik vind het wel even best. Want ja, hij heeft verder toch niks aan mij. Ik lig alleen maar. Ik ben gisteren wel even naar buiten geweest met de kids. Dat was wel heel fijn. Ja, verder weet je. Ik blijf het gewoon lastig vinden om niks te doen. Het is echt vreselijk. Sven is 100 keer op mijn plek. Maar ja... Het is gewoon lastig. Het is alweer uren verder. En zullen we dus nu even de kids ophalen. En we hadden gisteren hadden we onverwachts hadden we al eten, zeg maar. En Sven had al gekookt. Dus dat hebben we nu al staan. Dus hij hoeft niet meer te koken. Wat ook alweer jammer is, want ik had bedacht dat we Fabiano gingen bestellen. Fabiano hebben wij een soort nostalgische herinneringen aan en we bestellen eigenlijk nooit eten zoals jullie weten. Maar tegenwoordig kan je dat via Uber Eats laten komen, dus ik dacht is leuk, maar goed. Nou, hebben we een of andere bloemkool schoon, maar goed. Maakt niet uit.
Ik ben heel even naar buiten geweest vandaag. Ik heb weer een paar meter gemaakt. Het gaat natuurlijk allemaal, ik loop krom als een hoepel en het gaat allemaal niet helemaal van harte, maar ik ben wel blij dat het lukt. Ik heb heel erg jeuk en ik denk dat het mijn litteken is, maar dat kan ik niet zien vanwege die broek, maar het is echt... Eden, we staan nu de hele tijd zelf aan tafel. Jij gaat het huisdier eten geven? Eden heeft net de inenting weer gehad. Ze zit netjes op haar eigen lijn. Nu zit ze met poppetjes te spelen. De boomba boomba. En nu is met een boomba boomba. Dit zit ook maar bij hem in. Morgen, het is zaterdag. Ik heb gisteren mijn naald is gelakt. En ik ontbijt met fruit en zometeen nog een cracker. Want ik doe natuurlijk echt geen lactose nu. Ik neem ook niet de gok met lactosevrij yoghurt. En ik ben tegenwoordig alleen nog maar aan de paracetamol. Dus dat is een big step. Mijn kind, giant veen. Ik kom er niet meer uit. Vandaag is het lekker behagelijk weer voor in mijn pak. Ik kom zo terug. Fantastisch pakje aan. Ja. Zara. Oh, dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Batman. Ja. Ik wilde vanmorgen nog even terugkomen met teksten, maar dat is niet helemaal gelukt. Het is nog steeds ochtend trouwens. Maar ik heb echt enorm over moeten geven. Dat is echt niet leuk. Het doet zo'n pijn aan die buik. Je wil het echt niet meemaken. En ik weet ook niet waarom. Ik voel me nu gewoon weer oké. Ja, ik zie er echt slecht uit ook. Ik weet niet wat ik heb. Miss moest ook overgeven, hè, Mitten? Zeg ik samen pugen? Geen idee. Misschien de warmte. Of, nou, ik weet het niet. Maar in ieder geval niet grappig. Nu is ze even buiten met de kids. En ga ik eventjes op mijn pips zitten. Voor de afwisseling. Oh, en trouwens. Ik kijk natuurlijk nu een hele hoop series. Ondertussen lees ik ook boeken. Dat is een beetje mijn dagbesteding. En ik kijk gewoon een beetje naar de kids. En Elin die komt de hele tijd naar me toe. En ze kan dus nu de hele tijd staan. Dat is echt zo schattig. Ik denk dat ze kruipen gewoon over gaat staan. Ik denk dat ze na kruipen gaat lopen. Maar goed, we gaan het zien. Tijger doet ze wel, hè, maar ze kruipt niet. Ik kijk nu Temptation Island USA. Ik kan nu Temptation Island VIPs weer gaan kijken. Want dat staat er nu volgens mij weer op. Ik kijk Younger. Dat is allemaal volgens mij Videoland. Ik denk dat ik nog meer kijk. Nieuwe Buren. Wacht, ik geef even alle tips van vermakelijke programma's. Ik bedoel, je moet er ook niet al te veel van verwachten. Ja, Temptation Island USA is wel zeg maar een goede goedmaker ten opzichte van de Temptation Island van het seizoen van dit keer. Even kijken hoor. Love Island natuurlijk. Dat kijk ik dan ook gewoon terug. En natuurlijk een Handmaid's Tale. Dus eigenlijk kijk ik nu vooral Videoland. Wat best wel grappig is. Want normaal kijk ik echt vooral Netflix. Even kijken wat ik nog op Netflix kijk. Riverdale. Good Girls is ook weer. Dus dat ga ik ook weer kijken. Nieuw seizoen. En verder kijk ik met Sven. Heb ik nu net Chernobyl afgekeken. Heftige maar super goede serie. Met Sven kijk ik meer zeg maar dat soort dingen. Dus daar kijken we... Er was zwaardere staf. In mijn eentje kijk ik alleen maar slechte programma's. Heerlijk. Even te kijken of ik nog meer dingen zie staan. Maniac wil ik ook nog kijken. Maar dat wil ik ook met Sven kijken. Ik ben even lekker gedoucht. En mijn pak is weer gewassen. Dus ik ben helemaal als nieuw. Dat ik zo ook weer een klein beetje make-up op mijn hoofd ga smeren. Voor de look en feel van iedereen. Niels had een druk ochtendprogramma met Feest van het Kind Afblijf en zo. En die is nu naar zijn beste vriendinnetje toe. Gaat hij daar spelen. En als Elin dan wakker is, gaan ze
samen had Sven op een gezin. Nou, niet hier, maar buiten samen met Sven en Eden. Dus helemaal goed. En ik ga weer liggen. Ik heb een beetje pijn vandaag. Ik heb net echt een hele berg samen met mama voor mijn broertje verzameld. Omdat mijn broertje natuurlijk ook papa wordt. En we hadden nog allemaal spullen liggen die wij natuurlijk niet meer gebruiken. Babyspullen. Dus nou, dat hebben we even verzameld. En dan kan hij ook morgen meenemen als hij hier geweest is. En nu ga ik weer zitten. Ik kan dus graag echt opstaan, jongens. Zo, deze meneer is gedoucht. En hier zit een mevrouw te spelen met water. Ja, te spelen met water, hè. Ja, bam. De boodschappen waren te laat, dus we hebben pizza. Deze van Sven, denk ik. En deze is van mij. Een fruitsalade maken met peer, appel, nectarines, aardbeien en wilde perziken. Tenminste, als ze allemaal rijp zijn. En dat doe ik vanaf een stoel. Want ik kan niet zo lang staan. Kijk, het werk is al gedaan. En laat ze een bug vliegen. Dan kan Blue ze proberen te pakken. Zo leert ze springen als de beste. Ik ga haar loslaten. Ik zit een lekker stukje chocolade eten. En ik heb er zo weinig veel meer. Ik doe gewoon niet zoveel. Vandaag was mijn broertje daar. Dat heb ik wel een klein stukje gefilmd. Die kwam even lekker ook met Niels lekker op pad en zo. Want die is natuurlijk ook nu heel erg veel meer gebonden aan huis dan normaal. Want normaal gaan we ook, zeg maar, als Eden slaapt, met hem nog de deur uit. Een van ons. Maar goed, dat kan natuurlijk nu niet. Want ik kan niet, als Eden wakker wordt, kan ik niks. Dus het was leuk dat hij er even was. En gewoon lekker met hem ging voetballen en in de speeltuin, dat soort dingen. Eden die is vrijdag ingeënt, maar ik heb het idee dat ze nog een beetje last van heeft. Je merkt niet veel aan haar. Heel anders dan Niels na inentingen, maar ze is wel wat moeier. Dus ze was echt, nou ja, om 4:15 begon ze al in de ogen te wrijven. Het was om iets over 4 wakker was. Ze dacht van, Maar goed, en uiteindelijk hebben we het, nog, moest ik nog eten en dat soort dingen. Dus uiteindelijk op bed lag. Ze wilde dus geen flesje meer. Dus de hele fles staat nog op tafel. Dus ik denk toch dat we er nog even wakker gaan maken straks voor een fles. Want ook met het warme weer, want je moet wel goed drinken. En ik ga zo ook lekker even kijken op de tv. Maar ik heb wel echt iets meer kunnen doen vandaag. Ik ben 2 keer naar buiten geweest. Heel kort stukje gelopen. Buiten, echt niet ver. Letterlijk 2 minuten, denk ik. En dan even zitten en dan weer 2 minuten terug. Maar toch ben ik dus 2 keer naar buiten geweest. Dus dat vind ik wel heel fijn. Even lekker op het terras. Ik ben hier even met de kinderwagen een soort rollator heen gekomen, mama. En dan loop ik zo weer terug. Even lunchen in de zon. Het is trouwens maandag en ik dacht, gezien het spectaculaire vlog, pak ik deze dag nog even mee. Net was ik even lunchen met mama. Eventjes probeer elke dag even een stukje te lopen. En ik probeer elke dag zo'n stukje verder te lopen. En nu eventjes geluncht. Ook wel heel lekker om gewoon weer even buiten te zijn. In de zon te zijn. En gewoon even onder de mensen. Want ik zit natuurlijk vooral hier. En ik heb mama even getrakteerd. Omdat ze natuurlijk zo ongelooflijk veel helpt. Dus dat is echt fantastisch. Papa trouwens ook. Maar ik dacht ik trakteer mama eventjes. Papa was al naar huis. En nu ga ik weer zitten. Want nu heb ik dan weer pijn. Dus het is elke dag kan ik een stukje meer. Maar nu merk ik dan dat ik op een gegeven moment weer krommer ga lopen. En dan ga ik ergens weer pijn krijgen. Dat wisselt een beetje qua plek. Dus ik ga nu weer lekker zitten. En ik hoop dat ik nu, ik ben gisteren helemaal vergeten de Hills te kijken. New Beginnings. Dus ik ga eens eventjes kijken of ik dat kan terugkijken. Goedemorgen, het is dinsdag. En
vandaag komt een vriendinnetje langs. Het is wel grappig, want zeg maar, best wel veel van mijn vriendinnetjes die zijn op dit moment op vakantie. Dus daar heb ik wel veel mee, maar die, ja, die kan ik dus nu niet zien, wat helemaal niet erg is. Maar dit vriendinnetje, dat is wel gewoon in het land, maar die zie ik niet zo vaak, omdat hij wat verder weg woont. Maar zij was toevallig in Nederland, oh sorry voor de belichting, het wordt ineens heel zonnig. Ze was toevallig in de buurt, dus ze zei, vind je het gezellig als ik langskom? Nou, super gezellig. Ik ga denk ik wel de vlog afsluiten voor deze week. Ik denk dat ik dan morgen gewoon meteen een nieuwe vlog begin. Ja, het is dus niet heel spectaculair. Ik hoop dat ik komende week weer wat meer met de kids ook kan doen. Ja, het blijft een beetje lastig omdat ik natuurlijk Eden niet kan tillen. Dus ja, of tenminste niet kan tillen volgens mij. Nee, trouwens dat klopt niet. Ik wil zeggen, volgens mij mag ik het alweer proberen, maar dat klopt niet. Dat is alleen als je geen buikspieren aan elkaar plaatst. Maar goed, bla bla bla, bla 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 bla, je snapt het. Ik zie jullie gewoon heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Dankjewel voor het kijken, doeg!